Ik ben Ben de Bruin. Ik ben 63 jaar oud. Ik heb longkanker met metastase in mijn rug en in mijn hersenen. Op het moment dat jullie dit zien, leef ik niet meer. Toch vind ik dat ik tijd moest vrijmaken om te vertellen waarom ik het belangrijk vind dat er een organisatie bestaat als Inspire to Live. Er is veel missie in de medische wereld. Dat is één van de redenen waarom ik vind dat we een organisatie als Inspire to Live nodig hebben. Omdat het een club is van patiënten, voor patiënten, door patiënten. Die zonder geldverspilling alle mogelijke moeite doet om ervoor te zorgen dat de bestaande middelen die beschikbaar zijn voor de bestrijding van kanker optimaal worden ingezet. Eigenlijk is het een club die, om het maar eens eventjes heel plat te zeggen, andere clubs peper in de kont stopt om te zorgen dat ze hun werk gaan doen eindelijk eens een keer. En dat is wat nodig is. We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. We moeten erin zorgen dat dat geld wat beschikbaar is, beter besteed wordt. We moeten zorgen dat dat onderzoek wat gedaan wordt, dat dat beter uitgenut wordt. We moeten zorgen dat de middelen die beschikbaar zijn, dus ook de geneesmiddelen die beschikbaar zijn, beter gebruikt worden dan nu het geval is. We moeten zorgen dat de overheid minder bureaucratisch wordt. Nou, dat is waar Inspire to Live onder andere voor staat. En ik vind dat een uitermate goede zaak.